Dit verhaal kennen we allemaal. Het begon zo'n 2000 jaar geleden. Jezus, denk aan je tijd. We zoeken nog 4 keukenkruiden. Pas, godverdomme. We spelen dus de grote finale met jou, Ella. En met Jezus. Ah, dan toch? Halleluja! Nee, haar zus, Olga. Jezus, wat een bommer, Maurice. Christus verloren, halleluja. Fuck. Hey, jij kunt tenminste water in wijn veranderen. Daar waar Jezus slechts 1 keer verrees, verscheen elk jaar opnieuw de slimste mens ter wereld. De builenpest krijg je van ons cadeau. Ik maak het over. Maar aan welke ziektes leid jij ongetwijfeld nog? Cholera. En syfilis. Oh, dat is vals. Die syfilis heb je van mij. Ja, dan heb ik er ook al. Dat is een te rotte de kleimans. De quiz evolueerde van volksvermaak tot een adellijk tijdverdrijf. Gourmetten. Nee, zijn dat tapas? Nee, food sharing? Nee. Samen tafelen? Het laatste avondmaal? Ik reken het goed. Volgende schilderij, hop. Allee, manneke. Fuck deze, hè. 10 schilderijen in een minuut. Zit er een andere zot. Kutspel. Chacho. Wat eet de Vlaming het liefst op zijn boterham? Marmalade, stop. Zelfs wereldleiders popelden om hun kennis te etaleren aan de bevolking en aan de kleine Erik. Nog kaas en choco. Of poepselen. Zo werd de quiz van generatie op generatie doorgegeven. Van keizer tot koning tot quizmaster. Van de slimste tot de allerslimste mens ter wereld. Vanaf 5 september op Play 4.